Goed, fijn om weer bij elkaar te zijn, hè, om ook samen uh, de Heer groot te maken. We hebben dat uh, in een aantal liederen inmiddels gedaan. Maar ook door de woordverkondiging, die ook spreekt over uh, de persoon van Christus en het werk van de Heer Jezus Christus. En u mag weer met mij opzoeken, 2 Korinthe 5. Wij zijn natuurlijk al uh, even bezig uh, in de brief Filemon. Uh, de brief van Paulus aan Philemon. Uh, dat is bijna afgelopen. Nog een preek of twee hierna. En dan uh, gaan we weer kijken wat het volgende wordt. Uh, het is twee weken geleden. Dus uh, even resumerend. Uh, Onesimus liep weg bij Philemon. Onesimus als beeld van de zondaar of als beeld van het ongelovig Israël of de ongelovige volken of de schepping die gevallen is. Hij loopt weg bij Filemon, zijn meester, de zondaar die wegloopt bij de Heere God. In zijn weglopen komt hij ergens anders en daar ontmoet hij Paulus die hem tot de Here brengt en Paulus is daar een beeld van Christus. Dat kunnen we heel mooi natuurlijk vinden in dat briefje dat heb ik ook behandeld. Paulus zegt tegen Philemon, als Onesimus je iets schuldig is, ik betaal. En dat heeft hij natuurlijk voor ons gedaan, de heer Jezus. Hè? Wij stonden, wij staan niet meer schuldig voor God, dat is natuurlijk wel geweldig. Wij stonden eens schuldig voor God, een, een schuld die we niet eens konden betalen. Ik denk dat de vraag is of een slaaf Onesimus, datgene wat hij gestolen had, überhaupt nog terug had kunnen betalen aan Philemon, misschien ook niet. Maar de schuld is voor ons betaald door de heer Jezus Christus... In zijn dood en uiteraard ook in zijn opstanding, in zijn verzoenend uh, werken. En toen ben ik geëindigd met te zeggen. Uh, dat is wel een bijzonder fenomeen misschien, en daar wil ik het deze preek uh, over hebben. Onesimus week af van God. En hij kwam in zijn afwijking in de gevangenis, hè, bij Paulus terecht. Maar dat was wel een plek waar hij eigenlijk uh, niet had moeten zijn. Want hij was een dienstknecht van Filemon. Hij had in principe niet van Filemon moeten wegvluchten of weglopen, wat de oorzaak daarvoor ook letterlijk geweest mocht zijn. Maar hij had gewoon Filemon moeten blijven dienen, zoals de zondaar die van God weggelopen is. Uh, überhaupt God behoort te verheerlijken en God behoort groot te maken. Daartoe is de mens ook geroepen, ieder mens. Maar daar in zijn afwijking, in die afwijkende plek waar die eigenlijk niet hoorde te zijn, daar was Christus ook. En toen ben ik geëindigd met te zeggen, en dat gaan we uitleggen, zit er zitten trouwens ook twee kanten aan, Christus was blijkbaar ook afgeweken. Ik wil eerst even met u naar 2 Korinthe 5. Lees ik de versen 17 tot en met 21. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, je, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God die ons met zichzelf verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hier zie je eigenlijk iets wat ik bedoel met die afwijking van Christus. Ik zeg afwijking uh, associëren wij met iets negatiefs. Als je ergens van bent afgeweken, is dat vaak niet uh, positief. Maar het kan ook positief. Ja, kan heel goed. In dit geval van de heer Jezus, ik zeg het maar bij voorbaat, is het natuurlijk positief. Als het negatief was geweest, ook van de heer Jezus, was het zonde geweest. Was het niet goed geweest van de Heiland, maar de Heiland kon niet zonden. Ja, geen zonde natuur nooit een zonde gedaan daarom kon hij ook als een zonderloos lam sterven als een volmaak lam aan het kruis van Golgotha. Maar we vinden die afwijking wel in vers 21. Want hij die geen zonde gekend heeft is voor ons tot zonde gemaakt. Dat had eigenlijk niet zo moeten zijn. Maar het was nodig sowieso na de zondeval van Adam en Eva. Nou, ik heb toen als laatste zin gezegd: "Ik hoop dat u dit wil begrijpen." Van um, ja, Christus afgeweken. op de plek, daar op de plek waar Onesimus was. hoe moeten we dat dan bekijken? Want nogmaals, het kan wel verkeerd uitgelegd worden, negatief uitgelegd worden, omdat dat afwijken een negatief woord is. Ik wil beginnen met een vergelijking te maken met Israël. Dus even van de zon daar naar het volk Israël. Ook het volk Israël, daar hebben we het al eerder over gehad, vandaag uh, is degene die van God, haar schepper, haar Here, de God van Israël is afgeweken, net als Onesimus, tot op vandaag. We kunnen dat volk lief hebben, maar plaats het volk niet op een voetstuk. Het volk Israël vandaag staat niet boven de andere volken. Het moet op dezelfde manier behouden worden als Nederland, als volk en als China. Het komt pas weer als eerste volk naar boven uit de volken als het de naam van de Heer zal aanroepen. Dan zal het weer een uitverkoren en een heilig volk worden voor de Heer God. Maar dat is het vandaag niet. Israël is al 2000 jaar als volk afgeweken. Dat is begonnen bij de afwijzing als volk van de Heer Jezus Christus. Daarom heeft de Heer Jezus Israël en uiteindelijk ook de wereld verlaten. Hemelvaart. Is komende donderdag, geloof ik, hè? Ja, hemelvaartsdag. Omdat het volk. Het gaat misschien een beetje de diepte in, maar ik denk niet dat het heel moeilijk is. Omdat dat volk is afgeweken tot op vandaag. Zit het daarom in de ballingschap? En met name de tien stammen, hè? dat weet u. De twee stammen gingen in de Babylonische ballingschap. In de dagen van Nebuchadnezzar. Maar is daar weer uit teruggekomen? Esra... Nehemia, aantal profeten leefden allemaal in diezelfde periode, maar de tien stammen zitten nog steeds in de verstrooiing. Maar eigenlijk kunnen we zeggen de twee stammen ook, want 70 na Christus is Jeruzalem verwoest en de Joden zijn toen ook verspreid over de wereld en pas in 1948 hebben ze een eigen staat gekregen en zou je kunnen zeggen zijn die twee stammen daar weer, maar toch in de ballingschap. En hoe is het dan in de ballingschap? Daar hebben ze, of daar is Christus ook. Israël is in de ballingschap, maar Christus is daar ook. Net als Onesimus was afgeweken naar een andere plek waar Christus ook was. En dit is een hele belangrijke waarheid, broeders en zusters. Het is zelfs zo belangrijk dat het ook van grote betekenis is voor de toekomst. En de uitleg in verband met de toekomst. Dus ook wat vandaag nog toekomst is. Ik, ik heb dit al eens eerder behandeld en uitgelegd uh, toen we een hele serie preek hebben gehouden over de opname van de gemeente. Maar omdat hier ook nieuwe mensen zijn en het al even geleden is, wil ik het toch uh, weer een moment in deze preek uitleggen. Voor mij is het zo. Laat ik het maar weer zeggen: voor mij is het zo. Uh, want dat is het grote misverstand wat er bestaat: dat Israël in de toekomst haar heren ook zal ontmoeten. De Messias ook zal ontmoeten. Christus ook zal ontmoeten. Maar niet in het land, ook in het land, de twee stammen. Maar niet in het land waar eigenlijk ook de tien stammen zich vandaag zouden moeten bevinden. Alle twaalf stammen. Maar juist buiten het land. En uiteindelijk in de woestijn. Ja, dat is voor de insiders in de woestijn van Petra. Hè? Want men moet vluchten naar de woestijn. Ja, als je op het dak bent van een huis, ga niet eerst naar binnen om spulletjes te halen. Maar vlucht door die zeer grote vallei naar de woestijn. In de woestijn. En dat is in Petra. Maar goed, dat is dan weer een ander onderwerp. Maar voor vandaag geldt dat ook, want die tien stammen zijn verstrooid. Maar die tien stammen zullen van al de vier windstreken weer teruggebracht worden door de Heer God naar het land. Dat betekent dat de tien stammen in de toekomst tot bekering zullen komen in het buitenland. En dat staat gewoon letterlijk in de profetieën. Ik zal u terugbrengen vanuit de volken. Maar als de tien stammen in de toekomst, als tien stammen, tot bekering zullen komen, tot wedergeboorte zullen komen, betekent het dus dat Christus daar bij hen is. In hun afwijking. Want ze zitten in de ballingschap vanwege hun ongeloof. Vanwege het niet accepteren van die Jezus als hun Messias. Daarom zijn ze in de ballingschap gebracht waarin ze tot op vandaag nog zitten. Maar in die ballingschap, te midden van de volken en in het buitenland, zullen ze een ontmoeting hebben met die Jezus Christus. Zoals Onesimus een ontmoeting had met Paulus. Met Christus. En hem leiden tot Christus. Dus in het buitenland zullen ze het Evangelie horen. Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat. Ik kan het niet zeggen. Blijkbaar wordt aan de tien stammen van Israël, die nu verstrooid zijn, toch het evangelie gebracht. Dat moet wel. Christus wordt hen gepredikt. Ze komen tot bekering en komen terug. Eerst naar de woestijn, in Petra. Wie zit daar ook inmiddels? Nadat ze de naam de Seer hebben aangeroepen en gevlucht zijn uit het land. Daar zitten inmiddels ook de twee stammen, die nu ook in het land zitten. En die twee stammen en die tien stammen ontmoeten elkaar daar in die woestijn. En daar zal ook Christus zijn. En dan wil ik zeggen, eigenlijk nog steeds in een afwijking. Want ze behoorden eigenlijk gewoon in hun land te zijn. Maar daar gaan ze uiteraard ook naartoe. Hè? Onder leiding van Christus. Ik geloof dat daar een paar maanden overheen gaan. Maar uiteindelijk gaan ze onder leiding van Christus, Christus aan het hoofd. Opnieuw naar het land en Jeruzalem zal herbouwd worden, de lijken worden opgeruimd. En dan zal over Israël het Messiaanse Rijk beginnen. Alleen over Israël. Er moet eens door een ongelovige Jood gezegd zijn: De Heere Yahweh gaat mee in de ballingschap, dus in de afwijking. Nog wat breder, de Heere Christus gaat mee in de schepping. En deze jood bedoelde daarmee de schepping die van God is afgeweken. En Christus gaat met die afwijking, met die schepping mee. En dat is dus een weg van God af. Net als Onesimus, hè, dat, dat is steeds de basis. Maar in die weg van God af. Gaat men uiteindelijk toch naar God toe? Dat is het mooie. En dat is dus weer 2 Korinthe 5, vers 19. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. En wij weten. De wereld is van God afgeweken. Nou, hier staat dat je inmiddels verzoend is. Daar gaan we niet over hebben wat het betekent. Maar ik weet dat deze kosmos, deze wereld, eens nieuw zal worden en dus weer bij God terug zal komen. Onesimus. We vinden het allemaal terug in Onesimus. En in de Joodse gedachtegang wordt gezegd dat de weg die de wereld dan verondersteld wordt te gaan van God af, dat die weg mede afgelegd wordt door de Heer Jezus Christus. Sterker, door Yahweh, door de Heere God. Hè? Yahweh in de Statenvertaling, allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen dat de wereld wel van God afgeweken is, dat klopt toch? We leven in een gevallen wereld, van God afgeweken, dus dat is waar. Maar de Heer Christus gaat zelf mee in die afwijking en die weg wordt binnen het Jodendom dan de weg van de ballingschap genoemd. Ballingschap, wel een bekend woord, ik denk ook onder christenen... is een specifiek joods woord. Want het gaat om de ballingschap van Israël. Israël die uit het land verdreven is. De twee stammen die uit het land verdreven waren. Hè, rond het jaar 70 na Christus, bij de verwoesting uiteindelijk ook van Jeruzalem. Maar vanuit de ballingschap, namelijk vanuit deze wereld... zo mag u het van mijn part ook zien, toch weer terugverzameld zal worden... Uit de volken. Ik heb één tekst opgezocht. Uh, Ezekiel 11, vers 17. Maar er staan zoveel teksten in de profetieën Dat de tien stammen teruggebracht zullen worden vanuit het buitenland. Door de Heere God zelf. En ze zijn dan tot geloof gekomen. Nogmaals, dat, ik vind dat een wonder. Want niet individuele Israëlieten komen dan tot geloof zoals vandaag. Of individuele Joden. Maar de tien stammen als geheel... Dus dat, dat, dat zal toch wel een bijzonder werk van Christus in de toekomst uh, plaatsvinden. Wat ik zo bijzonder vind over dat Christus meegaat in de ballingschap van Israël... ...dat is dat heel veel Joden dit blijkbaar weten. Want Joden zeggen dit ook. Ja, weg gaat mee in onze ballingschap. Dat God dus weggaat ook in die weg die de wereld van God af is gegaan. En dan denk ik... Ik zou willen dat veel Christenen dit wisten, dat veel gelovigen dit principe kennen. Er We waren wel een heel stuk verder met bepaalde dingen ook om te begrijpen. Maar goed, het orthodoxe Jodendom, wat niet in Jezus van Nazareth gelooft, niet in Jezus van Nazareth gelooft als haar Messias, weet deze dingen blijkbaar wel. Dat is toch bijzonder dat, dat nauwelijks Christenen hiervan gehoord hebben, denk ik. Maar dat met name ook orthodoxe Joden dat wel weten. Alleen zij denken dat het allemaal vanzelf wel weer goed zal komen. Komt allemaal weer weer goed, want ja, dat is de God van Israël en dat is eeuwig en dat is die altijd en dat was die altijd en dat zal die altijd blijven. Maar dat is natuurlijk een misverstand, hè? het komt niet vanzelf goed. Ze moeten tot bekering komen. Maar de gedachte op zich, dat de Heer met de wereld meegaat. En dus meegaat in de ballingschap, is voor mij een bijbelse gedachte. En we hebben het gelezen, onder andere in vers 21. Want zo is het wel. En het wordt onder andere uitgedrukt in toen Israël werd uitgeleid. Uit de slavernij van Egypte. Waar kwamen ze terecht? In het beloofde land? Dat wat de Heere God hen beloofd had? Nee, ze kwamen in een plek waar ze het liefst niet hadden moeten zijn. En misschien helemaal niet hadden moeten zijn. In de woestijn. Maar de Heer was daar bij hen in hun afwijking. Woestijn is onder andere een beeld van de wereld, hè? Dat het woord van God onze richtsnoer mag zijn in deze aardwoestijn. Onze wandel vandaag is natuurlijk in de hemel. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen, we leven nog in deze aardwoestijn en het woord is ons kompas. Maar die weg door de woestijn werd ook afgelegd door de Heren zelf hoor, of niet? Dacht u dat Israël die 40 jaar in de woestijn zonder Yahweh ja, was? Helemaal niet, want wij kennen dat verhaal wel. Wanneer het volk optrok, was het achter de Heren aan. Overdag was daar de wolkolom, desnachts was daar de vuurkolom. Namelijk de, wel eens van gehoord, ik heb vroeger een, een LP gehad van die groep Shekina. Wel een redelijk, vooral in, denk ik in charismatische kringen, een redelijk bekend woord. De heerlijkheid, de aanwezigheid van de heren zelf in die wolkolom en in die vuurkolom. Maar ze waren nog niet op de plek waar ze moesten zijn in beloofde landen. Dat duurde nog veertig jaren. En dus ook in die afwijking, in die woestijn waar, waar ze mopperden en waar ze zeurden... en waar de heer ze strafte en, en niemand van dat volk kwam uiteindelijk in het beloofde land. Behalve Josua en Caleb. Zelfs Mozes kwam er niet in. Maar de Here was daarbij. Onesimus ontmoette Paulus in zijn afwijking. Ontmoette Christus op de plek waar hij niet had moeten zijn. Dus blijkbaar weet men heel goed dat de Heere meegaat door de ballingschap heen. Nou, en dat is nou net het punt waar het om gaat. Hoe komt verlossing tot stand? Hoe is verlossing voor ons tot stand gekomen, maar verlossing in het algemeen? Doordat die Jezus is afgeweken, namelijk zich heeft afgegeven met de zondaar. Dat kan toch eigenlijk niet? Een volmaakt God, die zich vernedert, zelfs vlees aanneemt, mens wordt, dat is toch in theorie een afwijking. God is volmaakt. God is zonder zonde, God is heilig en hij is mens geworden. Nogmaals, hij heeft zich afgegeven met de zondaar sterker. We hebben het gelezen, hij werd voor ons tot zondaar gemaakt. Is dat een afwijking of niet? Dat vind ik wel. Ik weet, je kan er verschillend over denken en het verschillend uitleggen. Maar voor mij is deze betekenis zeker waar en zit het er zeker in. Mijn zonden zijn hem toegerekend. Hij werd beschouwd als een zondaar en daarom droeg hij het oordeel van God aan het kruis. Hij als volmaakt lam, hij die God was, ook in zijn omwandeling op aarde volmaakt, een lam zonder zonde, tot zonde gemaakt, is dat een afwijking of niet? Is dat een afwijkende weg of niet? Niet negatief, daar ben ik de preek mee begonnen, maar daar kom ik zo nog wel even op. Mijn leven maar het is wel een afwijking. Mijn zonde is hem toegerekend. Omdat hij arm voor mij werd, werd ik rijk. Toch? Omdat hij zwak voor mij werd, werd ik sterk. Allemaal natuurlijk in hem. Trouwens, dat hij zich heeft afgegeven met de zondaar, werd hem door zijn tijdgenoten wel kwalijk genomen. Hè? Dat namen zijn tijdgenoten hem niet in dank af, maar God zelf heeft het gedaan. Hij is gekomen naar mijn gevangenis. Laat ik maar voor mezelf spreken. Hij is gekomen. Vanuit de hemel in, in, in de volmaaktheid, de derde hemel, daar waar God woont, zelf ook volmaakt. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is, maar daarvoor moest hij afwijken. Als Onesimus naar Paulus was gegaan, of naar, naar het huis van Paulus, en Paulus was er niet geweest, hij was inmiddels vrijgelaten, was hij daar theoretisch niet geconfronteerd met het evangelie. Paulus moest daar zijn, in de afwijking van Onesimus. En zo is het met ons ook, en zo is het met de Israël, met de volken, met de schepping. Als er Jezus geen mens was geworden om te zoeken uh, um, uh, en zalig te maken wat verloren was, dan waren we nooit behouden geworden. Hij moest vlees worden, hij moest mens worden, hij moest zich vernederen en naar deze wereld komen. Dat wil zeggen, hij was daar waar ik ook was. Hij was daar waar jij ook was en u ook was, als afgeweken zondaar. U heeft hem op die plek waar u was ontmoet, niet waar de Heer was. Hij heeft u ontmoet daar waar u was, namelijk hier op aarde. Ik wil even met u naar Hebreeën 2. En dan lezen we even vers, beginnende bij vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Dat is zijn positie nu. En wij zien hem niet met onze fysieke ogen, maar natuurlijk met onze geestelijke ogen. Die een weinig minder dan de engelen geworden is. Hé, hey, dat komt mij bekend voor, Psalm 8. En wat zegt men aan de hand van Psalm 8? Dat gaat over ons. Dat gaat in eerste plaats helemaal niet over ons. De mens die een weinig minder dan de engelen geworden is, ook in de psalmen, spreekt over de Heer Jezus Christus. En dat zijn dingen die moeten we ergens weten en leren. Wij betrekken, ik heb het al eens eerder gezegd, wij betrekken heel veel Bijbelgedeelten en hoofdstuk en versen op ons. Wij vinden onszelf vaak als gelovigen heel belangrijk. Terwijl het primair helemaal niet over ons gaat, maar het gaat over de heer Jezus. Nou, dat vinden we hier heel mooi uitgelegd, hè? Het gaat over wijzen Jezus, die een weinig minder dan de engelen geworden was. Nou, dat was natuurlijk in zijn vernedering. Vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Daar heb je het. Ziet u dat hier ook en in dit vers? Hij ging mee in de ballingschap. Dat zegt dit vers. Maar nou heb ik het niet over de ballingschap van Israël. Maar over de ballingschap van de hele schepping. Over de ballingschap van de hele wereld. De wereld waar dan het volk Israël weer een beeld van is. Dat dan weer wel, hè. Israël is natuurlijk ook een type van verschillende dingen. Christus ging en gaat mee in deze wereld. Een afwijking. Hij maakte zelfs de dood mee in deze wereld. Want, zegt vers 10, want het betaamde hem. Om welke alle dingen zijn, dat hij vele kinderen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Het is inderdaad zo, broeders en zusters, dat Christus, er staat kinderen, maar letterlijk staat er zonen, die zonen tot heerlijkheid zou leiden. Maar die weg naar die heerlijkheid gaat via het lijden. En nou geschreven met een lange ei. Vier lijden. Hij leidt ons. Dat is weer met EI. Met een korte ei. Hij leidt ons door de dood heen. En dat kon en kan Hij alleen maar doen. Door met ons mee te gaan in die afwijking van God af. Ik hoop echt dat u het ziet. Het ook begrijpt en het, en het ook wil aannemen. Als de Hebreeënbrief spreekt over onze overste leidsman en voleinder des geloofs dan is dat omdat hij ons is voorgegaan. Een leidsman gaat voor, zeg maar de herder die gaat voor. Eerst in de val mee van God af. Eerst in de val mee van God af, want hij is zondaar voor ons geworden. Mijn zonden zijn hem toegerekend. Maar vervolgens naar God toe. In beide gevallen is hij ons voorgegaan. Liep hij vooraan. Hij is eerst mens als wij geworden. Hè? Uitgenomen de zonde. Dat weten we allemaal. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En heeft dus wel degelijk diezelfde weg bewandeld. En dat was ook voor hem uiteindelijk de weg van geloof. Wist u dat? Dat de heer Jezus geloof heeft moeten leren? Dat woord van hem moet u maar eens opzoeken in de concordantie. Misschien dat dat in de Statenvertaling makkelijker is dan in de NBG-vertaling. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hoe kan dat? De heer Jezus was volmaakt, ook toen hij geboren werd. Hij had geen zonden natuur. Hoe zo gehoorzaamheid leren? Zoek het maar eens op, het staat echt in de Bijbel. Dus hij heeft diezelfde weg bewandeld als wij, meegegaan in onze afwijking van God af, maar vervolgens naar God toe, de weg bewandeld van geloof, van gehoorzaamheid, opdat hij ons, de kinderen, de zonen namelijk, tot heerlijkheid zou leiden. Dat kon nooit zonder die weg van lijden. Nooit zonder die weg van vernedering. Hij moest die weg eerst gaan. En vandaar dat hij onze overste leidsman wordt. Er is geen belangrijkere leidsman. Er is geen hogere herder, geen opperherder of belangrijke herder in ons leven dan de Heer Jezus Christus. Jezus Christus ging ons voor. Dus ging hij met ons mee. Zie het als de herder met de kudde. En samen gingen we met hem diezelfde weg. En dat is die weg van lijden, die weg van dood. En die weg van opstanding. Christus was daarbij. Christus was daarin de eerste. Op een volmaakte wijze. En daarom zijn wij in hem gestorven en opgewekt. In hem. Hij was de eerstgeborene uit de doden. Ook de eerste die definitief opstond. Hij zou ook niet meer sterven. Hij is eeuwig God. Eeuwig koning. Eeuwig Heer. En daarom is hij onze overste leidsman. En einde des geloofs. En dan komen we terecht bij vers 11. Want. en hij die heiligt. en zij die geheiligd worden. Dat was wel mooi met het nummer. holy. de engelen zingen of zeggen. heilig. en zij die geheiligd worden. zijn allen uiteen. om welke oorzaak hij zich niet schaamt. hen broeders te noemen. Waarom moeten de Heer ons. broeders? Ik vind dat wel. Mooi. Een, een, een liefdevol, teder woord. Ook de zusters, he, noem, zusters, broeders, uiteraard. Dat geldt voor de gelovigen. Nou, in de eerste plaats omdat wij broeders van hem zijn in de zin van mede-erfgenamen. Broers, als je twee broers hebt en ze krijgen erfenis, dan delen ze daarin. He, dus mede erfgenamen broeders. En wij zijn dat met Christus. Hij is niet de enige erfgenaam, wij zijn mede-erfgenamen in en met hem. Johannes de Heer zei dat zo mooi: omdat wij lotsgemeen met hem zijn. We zijn met hem verbonden, hij is met ons verbonden. Onesimus werd verbonden met Paulus in zijn afwijking, in zijn weglopen van Philemon. Daar in die gevangenis van Paulus. Werd Onesimus lots verbonden met Paulus, met de Heer Jezus Christus? Want we gaan dezelfde weg. En zijn dezelfde weg gegaan. En als je samen op pad bent, Pieterpad, dan ben je lots gebonden. Wat je onderweg. Het is een prachtig programma. Ik neem dat op. Ik weet niet of het inmiddels afgelopen is. De Lage Landen. Er gaan drie Belgen, die lopen volgens mij. Nou van het noorden ergens lauwe zoog of zo, en die komen ergens uh, bij de Noordzee in België uit. Moet maar eens kijken. Vanavond komt er volgens mij weer een aflevering. Maar die mannen die ontmoeten van alles, die zijn dus lotsgebonden. Die bewandelen datzelfde pad. Wij zijn dezelfde weg als Christus gegaan, en Christus is dezelfde weg als wij gegaan. Maar dat is tot op heden zo, toch? Christus gaat toch elke dag met ons mee, ook als we gelovigen zijn geworden. Dus wij zijn lotsgemeen met Hem. Kortom, voor zover wij als gelovigen, namelijk als zondaren die zalig worden en zalig zijn geworden, als wij al in ballingschap zijn, en dat zijn we tot op zekere hoogte nog in deze wereld, op aarde, precies zover gaat Christus met ons mee. In die ballingschap. Hij gaat mee in deze aardwoestijn. En daar wordt hier in, voor mij ook in de brief Filemon op gezin speeld. En ook hier in vers 11. Daarom noemt de Heer ons zijn broeders. We zijn bij elkaar, we horen bij elkaar. Lotsgemeen. En dan de versen 14 en 15. Overmits dan de kinderen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is ook hij desgelijks derzelfde deelachtig geworden. Hij is vlees en bloed deelachtig geworden, die heilige, reine, volmaakte God. Lotsgemeen, samen met ons diezelfde weg. Afwijking, opdat hij door de dood te teniet zou doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degene die met vrezen des doods... door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Ziet u het woordje dienstbaarheid? Wat denk je dan aan? Slaaf? Onesimus? Voor mij past het allemaal prachtig in elkaar, hoor. Dat wil zeggen, dit wordt gezegd hier over de gelovigen, want wij zijn verlost door de heer Jezus. Maar wij waren eens in slavernij. We waren eens dienstbaar. En wat deden wij en wat doen wij in ons praktisch leven? Hè? Positioneel kan dat niet. Maar wat doen wij vaak in ons praktisch leven of regelmatig? Het is wel een waarschuwing voor ons hoor, ook als gelovigen. Wij lopen natuurlijk vaak weg. Of wandelt u altijd heel dicht aan de zij van de heer Jezus? Zijn uw gedachten altijd rein en goed en op Christus gericht? Uw woorden, nou, mijn woorden is een beetje mijn zwakheid. Ja, flappen uit vaak, dus dat, dat, dat komt niet altijd goed. Maar, maar zijn onze woorden altijd wel aangenaam voor de Heer, onze wandel? Dus wat dat betreft is Onesimus toch ook wel een waarschuwing voor gelovigen. Alhoewel het een beeld is van de zondaar. Maar in praktische zin lopen wij ook vaak weg bij de Heer vandaan. Ja, en dan mag Onesius wel denken, mooi, ik ben bevrijd van mijn meester, van Philemon. Ik ben geen slaaf meer. Nou, je blijft dan gewoon een slaaf, hoor. Ook als je wegloopt van de heer Jezus Christus, al loop je bij je heer weg. En dan denk je misschien vrij te zijn, hè. Toch ben je nog echt een slaaf. Onesius bleef gewoon officieel die slaaf van Philemon. Want door weg te lopen, krijg je je vrijheid niet, hoor. Want het is een weglopen van Christus af, nou... Dan raak je wel zo gebonden en ik kan een heel rijtje maken waar je aangebonden kunt worden. En dan word je ook nog vervolgd hoor. Ook als je bij Christus wegloopt, maakt niet uit. Vandaar dat Onesimus in de gevangenis terecht kwam. Hij dacht mooi, ben lekker bij Philemon weg en hij komt notabene in de gevangenis terecht. Bij Paulus. Ongeacht hoe je dat verder moet uitleggen en hoe dat verder in zijn werk ging. Maar juist via die weg werd Onesimus verlost. En dat is wat hier staat in vers 15. En dat is de situatie waar het ook in Filemon onder andere om draait. Jezus Christus gaat met de mens, gaat met Israël, gaat met de volken en gaat uiteindelijk zelfs met de schepping mee. Zelfs met die val mee van God af. Dus mee in de ballingschap. Hij is mens geworden. En desalniettemin hebben wij ons. Hebben wij in onze afwijking een ontmoeting met de heer Jezus Christus gehad. Dus, dus Hij was daar waar wij waren. Filipensen 2, vers 7 tot en met 9. Hè? Precies hetzelfde verhaal, ik ga het niet lezen. Hij gaat mee in deze wereld. Nou, ik denk dat dit ook het diepste wezen is achter de helshistorie. Een andere werkelijkheid is er niet om behouden te worden. Hij moest mens worden, hij moest vlees worden, hij moest zonde worden voor mij. Hij moest gerekend worden als een zondaar in plaats van mij. Nou, dan wil ik nog één keer komen bij Genesis 1. Ik ga dat niet uitgebreid doen, maar het principe is dat we te maken hebben met de schepping die onnut werd. Onesimus was onnuttig voor Philemon. En nou bedoel ik niet door de val van Adam, even de moeilijke hoor, misschien om over na te denken, ik bedoel niet door de zondeval, maar ik bedoel door de val van de duivel, waarbij de aarde woestheid en ledigheid en duisternis werd. Er was een oorzaak voor. Kortom, de wereld werd in Genesis 1 onnut, week af. En wat gebeurt er dan vervolgens? De heren bemoeit zich ermee. De heren bemoeit zich ermee. En hij kwam tot deze wereld om haar te verlossen. Wat God deed, was als het ware meegaan met de wereld, in de wereld. God associeert zich persoonlijk met de schepping. Adam was gevallen, maar hij wandelde wel in de hof met Adam. Hij sprak zelfs na de zondeval met Adam en Eva. En wat is er gebeurd, jongen? We kennen allemaal het verhaal. En vervolgens is God zich gaan bezighouden met de gang van zaken in een gevallen wereld. Omdat hij deze gevallen, afgeweken en onnut geworden wereld tot God zou terugbrengen. Ik wil eindigen met te zeggen: Christus is ook afgeweken. Alleen het is een positieve afwijking. Wij waren negatief afgeweken. Israël is negatief afgeweken van de Heer. Hè? Jezus is niet geaccepteerd als een Messias. De volken leven in ongeloof. De schepping is een gevallen wereld. Zo is God, Christus, ook afgeweken. Hij is nogmaals gekomen in een zondige gevallen wereld. Maar natuurlijk is deze afwijking van Christus nooit zondig. Het is nooit verkeerd, niet negatief, maar juist positief. Dus er is een positieve afwijking, want God heeft, Christus heeft in zijn afwijking nooit gezondigd. En daar gaat het natuurlijk om. Ja, ik probeer het al een beetje simpel voor te stellen. Je gaat als gelovige, ik zeg helemaal niet dat het niet mag, nou ja, dat misschien wel. Je, gaat, denk het wel. je gaat als gelovige naar een bordeel. Dat is voor een gelovige toch een afwijking. En het is een hele zondige, slechte afwijking als je daar verkeerde dingen gaat doen. Maar als je daar naartoe gaat om het Evangelie te verkondigen. Dan ben je eigenlijk op een plek waar je als gelovige niet zou moeten zijn. Maar als je daar niet zondigt, is het prima. En is de afwijking zelfs positief. Ook in een bordeel, omdat je daar het Evangelie verkondigt. Nou, misschien een beetje een slappe vergelijking hoor. Christus heeft in zijn afwijking niet gezondigd, dus zijn afwijking was positief. Het moest gebeuren. Hij deed in zijn afwijking de wil van de Vader. Ben ik hier niet om de wil van de Vader te doen en de woorden van de Vader te spreken? Het moest gebeuren om de mens, om Annemarie, om Israël, om de volk, om de hele schepping weer tot God te brengen. Dank u, hier, Jezus. Dat u in mijn afwijking bent gekomen. En dat we hem daar hebben ontmoet. En tot geloof zijn gekomen. Volgende keer gaan we even terug naar Filemon vers 15. Amen.